En zoals ze doen gebruikelijk bij deze Slow Politics-serie, wordt de avond ingeluid door een kort column. Vanavond uitgesproken door Nieuwsuur-journalist en voormalig Amerika-correspondent Eelco Bos van Eelco Bos van Roosentaal. Ga je gang. Ook namens mij hartelijk welkom allemaal in de Rode Hoed op deze mooie dinsdagavond. Bali. Mijn naam is Twan Huis en ik heb de eer om deze bijeenkomst over de palingsdrift van de onderwatermarmot te mogen leiden. En als u denkt, wat kletst de jongen nou, dan zeg ik, het klopt allemaal, totdat u het tegendeel bewezen heeft. En geloof me, daar bent u best wel even mee bezig. U moet namelijk aantonen dat het geen dinsdagavond is. Dan kunt u best uw agenda laten zien, maar dan zeg ik dat die vervalst is. En dat duurt het even voordat u echt kan bewijzen dat het geen dinsdagavond is. Het geboortebewijs van president Obama was ook vervalst. U kunt wel aantonen dat ik Twan Huis niet ben, maar geloof me, sluitend bewijs daarvoor, dat gaat u ook niet in een uurtje lukken. En als ik de deelnemers aan deze tafel zover krijg dat ze de hele avond over de palingsdrift van de onderwatermarmot gaan hebben, dan is dat ook een feit geworden. Kortom, het debunken van mijn introductie, dat gaat u veel tijd kosten. En tegen de tijd dat dat gelukt is, dan luistert er niemand meer. En zelfs als het u lukt, dan kan ik nog altijd zeggen, dat is uw mening en daar staat mijn mening tegenover. Want zo gaat het vaak. En dat is ook wat er het afgelopen jaar gebeurd is in de Amerikaanse verkiezingscampagne. De voormalige Republikeinse partijleider Newt Gingrich maakte dat nog het meest zichtbaar toen hij in discussie ging met een presentator op CNN over de misdaadcijfers in de Verenigde Staten. Zij hield Gingrich voor dat die cijfers dalen en hij zei dat ze dat wel kon vinden, maar dat de mensen in het land dat nou eenmaal anders ervaren. En daar baseerde hij liever zijn politiek op. Donald Trump heeft deze verkiezingen niet gewonnen omdat hij zoveel loog. Laten we niet vergeten dat hij ook een vrij rampzalige kandidaat tegenover zich had. Maar hij hield de waarheid wel net zo vaak onder water totdat de waarheid verdronk. Volgens onafhankelijke factcheckers van PolitiFact waren zo'n 70% van de beweringen van Trump een grove overdrijving of een leugen. In Clintons geval berekende zij zo'n 30%, wat nog steeds fors is. Geen idee hoe dat in Nederland zit als dat ooit al is berekend. De vraag is, los van het feit dat Trump een uitzonderlijk geval is, wordt er ook in de breedte echt meer gelogen in de politiek? Een aantal Amerikaanse onderzoekers houdt zich hiermee bezig, maar ze weten het uiteindelijk ook niet zeker. Er werd vroeger, denk aan Watergate of het Iran-Contra-schandaal, ook veel gelogen. Dat kwam in veel gevallen alleen veel later uit. En een factcheck, dat heette toen ongetwijfeld anders, maar die verspreidde zich ook veel later over het publiek. Je had toen nog geen internet. Die onderzoekers concluderen wel dat liegen in de politiek gemakkelijker is geworden omdat het publiek goedgeloviger is geworden. Je kan online ieder feit vinden dat de mening die je toch al had verder versterkt. Er wordt veel gesproken over de filterbubbel, waarin we vooral artikelen en opiniestukken voorgeschoteld krijgen van onze Facebook-vrienden, die over het algemeen gelijkgestemden zijn. Ook letterlijk misschien wel hetzelfde stemmen. En door al die bevestiging krijgen we een rotsvast vertrouwen in onze mening. Dus we hebben veel meer toegang tot allerlei meningen en feiten, maar uiteindelijk kan je concluderen dat onze eigen mening alleen maar geharnaster wordt. Tijdens de verkiezingscampagne wist vooral Trump dat uit te buiten, maar onderschat ook de linkse filterbubbel niet. Want meer dan de helft van de democraten gelooft inmiddels dat de Russen ook de stemcomputers in Amerika hebben gehackt. Terwijl daar geen enkel bewijs voor is en ook geen enkele inlichtingendienst dat beweert. Nu zou je zeggen, en daar kan je vrolijk van worden, er zijn meer factcheckers dan vroeger. En dat is ook zo. Er waren in Amerika in 2016 twee keer zoveel factcheckers als het jaar ervoor. Alleen, het vertrouwen in de factcheckers is gering en wordt steeds kleiner. 60% van de democraten gelooft ze en nog geen 35% van de republikeinen gelooft de factcheckers. Als u opiniepeilers gelooft, en dat doet u waarschijnlijk ook niet. Laat staan dat u de media gelooft die de opiniepeilingen over de factchecks afdrukken. Dus we zijn in een hopeloze spiraal beland. Als 99 economen zeggen dat de Brexit de economische groei in Groot-Brittannië schaadt en eentje zegt van niet, dan koppen te veel kranten dat economen het oneens zijn over de gevolgen van de Brexit. Zoals er ook geen consensus bestaat over een menselijke verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. Een bewering wordt een feit en als die bewering maar hard genoeg wordt geuit en de kapitalen wordt getwitterd en wordt geretweet en nog een keer wordt geretweet en tienduizenden keren wordt geretweet, dan is daar geen rectificatie tegen opgewassen. De kleine lettertjes worden nu altijd minder goed gelezen. En als die rectificatie er is, dan zijn we alweer 15 hypes verder.
Het post-truth dieptepunt in Amerika was de schutter die vorige maand een bekende pizzatent in Washington binnenviel, omdat hij op internet had gelezen dat pedofielen in de kelder van die pizzatent onder leiding van de campagneleider van Hillary Clinton kinderen misbruikten. Dat had hij op internet gelezen en dat had hij gehoord in de radioshow van Alex Jones. Dat is de bekendste Amerikaanse complotdenker bij wie Donald Trump vaak te gast was en die door Trump ook is bedankt voor zijn steun naar de verkiezingen. De aankomende nationale veiligheidsadviseur van Trump, dat is een benoeming die niet langs het congres hoeft, dus deze man heeft deze baan, Michael Flynn, verspreidde dit gerucht via Twitter. Het debunken van zo'n bericht heeft geen zin, omdat iedereen die überhaupt open staat voor zo'n bericht de weerlegging waarschijnlijk niet zou geloven. En alle anderen, u en ik, horen überhaupt pas van zo'n pedofilie-gerucht op het moment dat de schutter die pizzatent al binnen is gevallen. De oplossingen die komen zometeen van Clary en haar panel. Graag gedaan. Ikzelf word alleen maar moedeloos en dat werd alleen maar erger toen ik vorige week de hoofdredacteur van de Wall Street Journal hoorde. Het ging over een bewering van Donald Trump. Die zei dat hij na de aanslagen op 11 september duizenden moslims in New Jersey op televisie had zien juichen over de instorting van de Twin Towers. Dat is een leugen. De hoofdredacteur van de Wall Street Journal erkende dat ook tijdens een bijeenkomst, maar hij weigerde het een leugen te noemen omdat de objectiviteit van zijn krant dan in gevaar zou komen. Hij zei het is beter als mijn redacteuren daar hun waarheid tegenover zetten, namelijk dat die moslims daar helemaal niet stonden. Waarna de lezer uiteindelijk zelf mocht uitmaken wie hij geloofde en hij had er kennelijk vertrouwen in dat de lezer meer waarde zou hechten aan de krant dan aan Donald Trump. Zolang sommige hoofdredacteuren dit soort angst blijven vertonen, dit soort onzin blijven verkondigen, heet ik Twan Huis en heet ik u nogmaals heel erg welkom in de Rode Hoed. Zullen we afspreken dat we niet moedeloos worden vanavond? Zullen we dat proberen af te spreken? Want inderdaad, er is alle reden toe. Dank je wel. Maar we gaan ons daartegen verzetten. En wat die oplossing betreft, daar komen we ongetwijfeld straks aan of niet. En we komen ook straks natuurlijk bij uw oplossingen en wat u allemaal te berden te brengen heeft. Maar eerst gaan we even hier praten aan tafel. Ik zei,